Op het presidentieel paleis heeft vanmorgen de decoratie plaatsgehad van 17 burgers van Chinese afkomst die een wezenlijke bijdrage leveren aan onze multi-etnische samenleving. De kandidaat decorandi zijn gehuldigd door waarnemend president Ashwin Adin. Hij gaf aan dat wij in Suriname al 165 jaar lang de bijdrage van deze groep Surinamers verwelkomen in onze nationale ontwikkeling. De Chinese immigranten zijn door Adin ook geprezen voor hun ijver en inzet om hun omgeving en het land waarvoor hun voorouders hebben gekozen te verheffen. De integratie van deze bijzondere groep Surinamers is niet altijd over rozen gegaan. Maar we kunnen wel bevestigen dat vanaf het moment van 20 oktober 1853, toen de eerste 14 Chinezen uit Java in Suriname aankwamen, en tussen 1858 en 1869, toen ongeveer 2500 personen uit China hier naartoe werden gehaald, en vanuit de groep met enorm veel ijver, vaak dag en nacht, de bijdrage wordt geleverd aan de opbouw van dit land. Vooruitgang is hierbij het resultaat van jarenlange onvermoeibare inzet en offers. Waarnemend president Adin gaf verder aan dat wij aan de vooravond van de viering van 165 jaar Chinese vestiging in Suriname kunnen concluderen dat de integratie van deze groep Surinamers succesvol is. Dit is te merken aan de aanwezigheid van de nazaten in vrijwel alle sectoren, benadrukte Adin. Historisch is te noemen de recente benoeming van een jonge vrouw tot ambassadeur voor Suriname in China, een nazaat, mevrouw Patichen. Zij heeft de bereidheid getoond om ook haar schouders onder het werk te zetten in het belang van Suriname. Ik benadruk regelmatig dat de gedachtegoed van de president van de revolutie van 1980 een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de integratie van culturen door versnelde toename van kennis, begrip, liefde en respect voor elkaar doen en denken, van elkaars gewoonten, gebruiken en tradities. Hierdoor zijn scheidslijnen qua menselijke en een nationale attitude sprongsgewijs gaan vervagen ten gunste van de nationale eenheid. Het beleid heeft zich vanaf het aantreden in 2010 van de regering gecommitteerd aan het in collectief verband verder te bouwen aan een vredevol en voorspoedig Suriname. Volgens de waarnemend president mag iedere Surinamer ongeacht zijn afkomst zelf bepalen hoe hij wil werken aan de opbouw van dit land. De Surinaamse regering koestert de band die zij heeft met China, die in woord en daad de nationale ontwikkeling van Suriname ondersteunt en uitdraagt. De hoogste onderscheiding ging naar Paul Woei en Max Manahing. Zij zijn benoemd tot commandeur in de ereorde van de Palm.